Vaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. Dan in Diaspora, dit is econoom, top-econoom Peter Wolf. Peter M. Wolf. Hij is naar Suriname gegaan. En hij is terug in Diaspora. Je bent terug in Nederland, Peter. Ik ben terug in Nederland, ja. Aha. In de kou. Ja, wat kwam je doen, maar het is toch zo slecht weer hier. Hoe was het in Suriname? Ja, je kan natuurlijk niet gelijk blijven afbreken. Je moet natuurlijk wel de band blijven houden met het moederland. En dan hier kijken hoe je op een zo goed mogelijke manier kan beginnen af te vloeien. Hoe is het met Suriname? Jij bent recent geweest. Je hebt het met eigen ogen kunnen aanschouwen. Dus jij kan praten over Suriname. Hoe is het? Wat voor land heb jij aangetroffen? In principe altijd heel goed om in Suriname aan te komen. Hè? Die frisse lucht, die warmte en die vrolijke mensen, die smiles, ondanks het feit dat het niet zo goed gaat. Maar allereerste indruk is natuurlijk altijd fantastisch om terug te zijn in je geboorteland en om weer die geuren en die frisse lucht in te snuiven. Dus wat dat betreft altijd positief. Naarmate je door de douane en de Maréchaussee en je koffers doorheen komt en de douane nog erbij, ja, dat zie je toch wel weer die afbraak zoals we die al decennia meemaken. Dus de tijd is stil blijven gestaan. Dat is altijd heel mooi. Dat je dan terug kan kijken, je nostalgie kan blijven meemaken. Alleen willen we ontwikkeling. En als je ontwikkeling wil, dan denk je aan brede wegen, viaducten, rotondes, tunnels. En gewoon zichtbare ontwikkeling. Nou, dat gezegd hebbende, je merkt wel dat het niet goed gaat in Suriname. En dat zag geen kleine dingen, zag ik dat. Want ik ga elk jaar, dus ik kon best een vergelijking maken met de vorige jaren. Toen het ook niet goed was, maar nog niet zo slecht ging zoals ik dat heb aangetroffen. Kleine dingen waar je het aan kan merken is de auto's. Je ziet heel veel auto's die met kleine gebreken nu. Hè, met de koplampen die stuk zijn, gedeukte auto's, veel ongewassen auto's, lege autowaster. Straten eigenlijk, zoals we het hier noemen, maar in Suriname noemen ze even de andere naam. Heel veel lege auto's plekken. En bij nader navraag bleek dat de mensen toch bezuinigen op deze dingen die vroeger normaal waren. Auto's doen ze zelf of helemaal niet. En ja, men reed ietsje langer door met een gebroken koplamp, omdat ja, er zijn andere noden die voorgaan. Wat me ook opviel dat tastbaar is voor ons allemaal, zowel hier als in Suriname, dat is bijvoorbeeld de prijs van het eten. Hè? Een goede chowmin kost al gauw 250 SRD. Ja, ik schrok me kapot. 250 SRD voor een chowmin. 250 SRD? Ja, 250 SRD. En als je of bedoel je 25? Nee, echt, 200, echt een nulletje bij. 250 SRD, dus voor een spang. Nee, maar je weet dat salaris het tussen de 15, tussen 1000 en 1500 kunnen zeker. Ja. En de prijs tegen me, want toen ik wegging was het al 300 een chowmin. Toen ik wegging was het al 300, omdat je kan de redenen waarom de prijzen stijgen kan je natuurlijk opnoemen, zoals de globale inflatie die zich plaatsvindt nu door de stijging van de olieprijzen en daardoor heb je heel veel importinflatie waardoor prijzen omhoog gaan. Maar ja, toen ik wegging was de euro op de SRD al 24,30. En toen ik daar was in het begin, was het rond de 23. Dus hij is zeker weer 1 SRD 40 gestegen. Dus hij gaat al richting 25 als het nog niet al daar is. Maar het was al rond de 24,30. Dus dat geeft aan dat het, ondanks het feit dat de importinflatie ook een bijdrage levert aan het, de prijsverhoging in Suriname, zoals vele economen dat stellen, zie je ook dat ook de binnenlandse economische situatie, wat eigenlijk altijd het voortouw had in het laten stijgen van de prijzen, nog steeds ook een bijdrage levert aan het verhogen van de prijzen.
En de mensen, ja, die gaan helemaal dood daar. De winkels zijn leeg. Je ziet dat mensen echt niet meer gaan uiteten. Natuurlijk heb je een groep die dat wel doet, natuurlijk. Hè. Dat is de groep die het wel goed heeft en die wel over de valuta beschikt om op een hogere koers in te wisselen. Maar ja, als ik naar de normale man van de straat kijk, want daar heb ik me echt mee bezig gehouden, om echt een goede indruk te krijgen van hoe de normale man, Jan met de pet, dat eigenlijk ervaart in Suriname. Ja, je merkt, een bier kost dan 45 SRD. Een paar bojogo kost 45 SRD. En Iwatapsi, Morodiri. Dus ja, het is echt rampzalig wat er gebeurt, dus wat de prijzen betreft. Hè. Ik moet wel zeggen, Suriname blijft leuk. Hoe hoog de prijzen ook de lucht zullen inschieten, Suriname blijft verschrikkelijk leuk. Ik kwam gewoon tijd tekort. Er is veel te doen. Weet je, familie, vrienden, er worden gewoon feesten gegeven. Avondklok, ja, die was tot 9 uur toen ik daar was. Maar ja, niemand hield zich eraan natuurlijk. Hè. Ik was een keertje laat en ik was 9:15. En ik zat gewoon in de file op de Patsawanika. En tot 9:30, 10:00 ja, is het gewoon hartstikke druk nog. Is die worstverkopers die verkopen gewoon in waar nog steeds. Hesbys is nog open. Er zijn nog een paar zaken. Er waren wel, al die winkels waren wel dicht. Maar er waren wel een paar zaken die open waren. En dat was echt na de lockdown. Dus zelf daar zie je dat de controle eigenlijk te weten overliep. En dat eigenlijk niemand zich meer aan stoort. En gewoon hun leven leidt gewoon. Ik vind het leuk hoe jij het vertelt. Dus jij geeft nu al beeld. Verloedering heb jij aangetroffen. Sociaal, moreel verval, ethisch, al die dingen ook? Ja, nee, goed. Die heeft zich al ingezet. Hè. En dat begint natuurlijk bij in de hoogste regionen. Kijk, je moet niet vergeten, het voorbeeld dat je krijgt zit altijd daarboven. De regering, assemblee, rechterlijke macht en dan komt er het lager echelon. Kijk, als men ziet dat men werkt, maar het geld heeft geen waarde, ja, dan wil men ook niet meer werken op een gegeven moment. Weet je, en dat is een probleem. Heel veel mensen zeggen van ja, maar ik vind ammonie in Morocco. Maar veel mensen vergeten dat als je met 2000 SRD, met 3000 SRD niks kan doen, laat me het zo stellen. Een zak hondenrijst, ik weet niet of het een 25 kilo is of 3500 goede, maar mensen kopen gewoon hondenrijst nu. Kan je dat voorstellen? Wat is hondenrijst? Nou, hondenrijst is dus de rijst met steentjes, hè? Dus voor honden. Dus, het is eigenlijk voor honden. Je weet wel veel honden in Suriname. Ja, ja. En de meeste mensen kopen voor hun honden gewoon speciale rijst, hè? Abrokalisie. Okay. Weet je, een beetje afgekeurd rijst. Eetbreuk. Nou, dat is gewoon gemeengoed geworden. Ja, men koopt gewoon hondenrijst en dus vrijwel niet te betalen. Die is ook in prijs gestegen, want ja, vraag je aanbod, blijft zich ook hier aandienen. Als heel veel mensen die dagu alezi, zoals het wordt genoemd in de volksmond, als veel mensen dagu alezi kopen, ja, de winkelier ziet dat ook. En ja, de prijs gaat dan omhoog. En ja, dan heb je het echt over een prijs van 250 SRD voor zo'n zak. Ja, dat is echt belachelijk. Is dat gewoon, vroeger gewoon 5 SRD kost per 10 kilo, geloof ik. En dan nu betaal je gewoon de hoofdprijs ervoor. Dus ja, er is geen geld. Je ziet het aan, die auto's die worden niet gewassen. Die rijden veel langer met kapotte lichten, wat ook onveilig is voor het verkeer. En dat soort dingen. Onveilige gedeukte auto heb je allemaal. En als je naar die straten kijkt, de infrastructuur, de passies, hoe ziet het eruit? Geen vooruitgang. Maar dat vind ik niet zo. Dat vind ik niet zo erg. Hè. Ik bedoel van, ik kijk meer naar. Ja, dat is erg natuurlijk, hè, want ja, je wil een goede infrastructuur hebben, maar goed. Ik heb me echt gefocust op de bevolking. Hè? En wat me dan ook opviel, heel veel gezonde mannen en vrouwen die om geld vragen. Dat was al bekend, hè? Dat we een soort van bedelcultuur hebben in Suriname. Maar heel vaak was dat gewoon van de zwervers waar je het echt van moest hebben, die om geld bleven vragen. Maar nu zie je echt gezonde mannen, echt sterke, stevige mannen. Gezonde mannen die al hun trots helemaal kwijt zijn. Ze maken een praatje met je, ze lachen met je, maar dan weet je, het einde van het gesprek eindigt altijd op dezelfde manier. En dat is vaak in een chinsan jimmy, jongen, in een biri jimmy. Of bij vrouwen is het vaak van, ja, ik heb kinderen thuis, ik pampers kopen en ja, goed. Je probeert zo goed en zo slecht als het kan, probeer je de mensen te helpen met iets, maar je kan niet iedereen helpen. Weet je kan echt niet iedereen helpen, want als je iedereen vraagt,
en iedereen vraagt, weet je. En ja, dat is echt iets dat mij heel erg pijn heeft gedaan. Weet je, dat we... En het heeft niks met bevolkingsgroep te maken. Hè? Want ik heb het met vrijwel alle bevolkingsgroepen meegemaakt. Weet je, Javanen dan in mindere mate. Maar voor de rest, iedereen vraagt om geld. Als je in de winkel gaat, staan er mensen voor de winkel die alleen daar staan om geld te vragen. Als je naar een restaurant gaat om een chow mein of een bami of een roti te kopen. Sommige plekken heb je gewoon mensen die daar gewoon de hele dag staan. Om naar geld te vragen. Op straat zie je verwaarloosde mensen. Het maakt ze echt niet meer uit. Ze staan midden op de Van Hogerhuisstraat. Stoplicht op groen. Of maakt ze niet uit. En dat zijn dingen die opvallen. Die ik eigenlijk nooit heb meegemaakt. Eigenlijk. Weet je, wat ik al eerder aangaf. Tuurlijk, we weten dat mensen aan het bedelen waren. Hè? Maar het waren vaak mensen die er niet goed uitzagen. Die je bijna dakloos of zwervers kon noemen. Maar nu zijn het goed uitziende mensen gewoon. Mensen die echt een praatje met je maken, weet je, lachen naar je toe komen. En dan weet je van, hé, hier dit gesprek gaat met een verzoek eindigen. En dat is schering en inslag. En, zo zie je het. Jij bent, dit is gewoon ooggetuigenverslag wat je hier geeft. Daarom onderbreek ik je niet. Ik laat je gewoon helemaal uitpraten. Heb jij het gevoel dat de bestuurders... van het land dit doorhebben, wat er onder het volk leeft? Nee, absoluut niet. Men leeft een totaal ander leven als men al in Suriname is. Want zoals je weet wordt er flink gereisd de laatste maanden. Wordt er flink gereisd. Waarbij ik denk van ja, is dat wel nodig? Als jouw land zo diep in de pinari zit. Je wacht op IMF. IMF die belooft alle jaar heel veel dat ze het gaan doen. Maar ja, op een of andere manier lukt het niet vanwege heel veel incidenten die zich voordoen binnen het regeringsteam. Waarbij het IMF zich toch achter de oren krabt van joh, moeten we deze mensen wel helpen? Zoals je weet, het is recent. De bodyguard van onze VP is aangehouden. Weet je, vanwege drugsdelicten. Nou, je kan je afvragen in hoeverre daar een verband in bestaat. Want de VP wilde daar ook zich in mengen. Het is niet gelukt. Maar goed, terugkomend op je vraag. Merken de bestuurders in Suriname of het volk zo aan het wegzakken is? Nou, ik heb het idee van niet. Omdat de mensen die vliegen voorbij in hun dikke auto's met 6 volgwagens. En men doet er goed aan om die te stoppen. Men doet er echt goed aan. Dat kan ik, als ze nu luisteren, kan ik zeggen van stop niet, want uw leven is in gevaar. Want men is zo boos. Men is zo boos op deze mensen. Die denken dat ze nog steeds geliefd zijn. Nou, ze zullen van een koude kermis thuiskomen als ze nu verkiezingen zouden houden. De mensen, het maakt niet uit wie. Het heeft niks te maken met ras nu. Maar iedereen is tegen de manier hoe het nu in het land gaat. En hoe en het doet de mensen pijn, hè? Die nepotisme. Weet je, het is al alles over gezegd over die negen functies van de persleden en de andere familieleden van zowel de VP en de president en Somoharjo en de dubbele functies van andere mensen die ik hier niet zal opnoemen. Het is allemaal bekend, maar het zit de mensen heel, heel, heel zwaar. Je ziet de mensen, waar ik ook kom, want dit keer heb ik echt aandacht besteed. Is dat Mina Oru Boyo, man? Mina Oru VCB, man? Ja, want ik zag je overal met iedereen. Ik denk van, die man is echt op onderzoek uit. Dus ik denk, ja. Met Mina Oru Boyo, man? Ja, maar daarom dat ik je... Ik praat voorlopig nu niet... Jij bent top-econoom hier, maar we praten niet eens over economie. Je praat nu als mens to mens, hè? Van wat jij meegemaakt hebt in dit... Maar terug naar die vraag. Ik bedoel, die parlementariërs, die mensen in de DNA, die zullen toch wel weten wat er onder het volk speelt? Ja. Alleen hebben we nu te maken met de cultuur in Suriname dat walgelijk is, een verziekte cultuur. Normaal gesproken weet u dat een volksvertegenwoordiger, een parlementariër, eigenlijk door het volk is gekozen. En men zou eigenlijk de rechten en van het volk moeten verdedigen. Niet alleen het volk op zijn plichten wijzen, het zijnde als belasting betalen of je aan de regels houden, maar ook
de rechten van de mensen verdedigen. Hè. De mensen hebben op je gestemd en jij bent daar om, je hebt de verantwoordelijkheid op je genomen om de mensen hun zaken te behartigen, hun belangen te behartigen in het assemblee. Maar wat zien we gebeuren, en dat is niet van deze regering hoor, dat zien we al een paar decennia, men blijft stevast de belangen van de regering verdedigen. Je hoeft maar iets te zeggen over de regering en men valt je aan. Je hoeft als burger iets te zeggen en ze vallen de burger aan. Weet je, de burger wordt helemaal weggezet en heel veel lelijke dingen over de burgers worden gezet. Terwijl ik vind van, je hebt een verantwoordelijkheid. Je krijgt feedback van het volk. Als parlementariër, als het volk klaagt, is dat feedback voor jou. En dat moet je laten groeien. Accepteer die feedback. Ga er wat mee doen en probeer een oplossing voor die mensen te zoeken. Maar wat doen ze? Ze gaan de regering verdedigen of ze houden hun mond. Recent ook, hè, met die zaak van Slaans Hospitaal, waarbij duidelijk aanwijzingen zijn dat de directeur van Slaans Hospitaal zich bezighoudt met het met zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Waarbij iemand midden in de nacht met bolletjes in zijn buik in het Slaans Hospitaal de IC werd gebracht en verpleegsters opdracht kregen, of de verpleegkundige opdracht kregen om de man te helpen, waarbij hij werd geweigerd. Omdat men vond van nee, dit is niet een zaak van Slaans, dit is een zaak van AZ, dit doen wij niet. De politie moet erbij gehaald worden. Nou, dat bandje hebben we allemaal gehoord en nooit heeft één parlementariër zijn mond geopend. Zelfs de president. Dan kan je wel zeggen van ja, onder het, omdat men onderzoek moet doen naar de zaak, durf men misschien niks zeggen omdat het onderzoek geschaad kan worden. Maar tenminste kan gezegd worden van joh, je wordt op non-actief gesteld. Dit is zo duidelijk, weet je. Maar je hoort niemand, niet de president, niet de vicepresident, geen enkele parlementariër. Dat denk ik, net wat jij zegt, het moraal in Suriname is helemaal weggevaagd. Als wij zelf hier niet iets van zeggen als parlementariër of president of vicepresident, weet je, dan is het echt niet goed in het land. En terugkomend op die vraag, de mensen daar in het torentje van hun daar, president, vicepresident, assembleeleden, die zijn echt bezig met hun eigen belangen. Dat is zo duidelijk. Dat wisten we al, maar men stoort zich niet meer aan de bevolking. Het maakt ze helemaal niets uit. En het land gaat alleen maar achteruit en achteruit. En ja, er komt een flinke verschuiving, denk ik, de komende verkiezingen. Want niemand wil de NDP meer hebben. Niemand wil VAP. Niemand wil praten over al die oude corrupte politieke partijen. Echt, ik heb een empirisch onderzoek gehouden. Want ik kan overal. Ik ben van Munder. Ik ben van De Boer. Bikkoi heb ik familie. Latour heb ik ook gewoond jarenlang. Dus ik ken gewoon mijn plekken. Rangu kom ik ook graag. Weet je, bij mijn oude matties. En overal waar ik ga, zegt men hetzelfde. Ze moeten allemaal weg. Dus men wil helemaal niets te maken met no VAP, no NDP, no ABOP. Ze willen niks. En natuurlijk ga je altijd mensen hebben die deze regering gaat blijven verdedigen. Maar tegen die mensen wil ik zeggen van, pas goed op wat u doet. Want u bent nu mensen aan het verdedigen die het land verder kapot maken. Het was al kapot gemaakt de afgelopen 10 jaar. En nu gaat het aantoonbaar wordt het land verder kapot gemaakt. En jullie zijn deze mensen aan het verdedigen, terwijl ons land kapot gaat. Wanneer gaan we die ontwikkeling zien? Wanneer gaan we die sterke SAD hebben? Wanneer gaan wij viaducten, tunnels, ringwegen rondom onze steden, ontwikkeling van ons binnenland, onze belastingdienst versterken? Wanneer gaan we die dingen meemaken? Met deze regering gaat het gewoon niet gebeuren. Weet je? En ja, ik maak me echt zorgen. Dit gaat gewoon niet de goede kant op. Ja. Je zegt, deze mensen, deze regering maakt het land kapot. Ik hoor andere geluiden, die zijn aan het herstellen wat 10 jaar kapot gemaakt is. Hoe maken ze het land kapot dan? Dat zeggen ze. Ja. Natuurlijk moet je dat zeggen. Je bent aan het bewind. Je gaat ook niet zeggen van, hey, ik maak het land verder kapot. Maar hoe doen ze dat? Hoe maken ze het kapot dan? Nee, alleen maar het feit, hè, dat men niet te goede trouw is. Alleen maar daarom. Kijk, als je echt je hart op de goede plek hebt. Hè? En je zegt van, weet je wat, dit land is kapot gemaakt, zoals zij het aangeven. En ze hebben het woord productie ook vaak gebruikt in een verkiezingscampagne. Hè?
ze hebben het overgenomen van de kleine partijen zoals Stree en de andere partijen. Want wij waren daarmee bezig dat wij het probleem van Suriname willen oplossen door meer valuta te gaan verdienen. En dat kan alleen als je gaat produceren en exporteren. Dus dat hebben ze ook gejat. En iedereen, zelf Brunswick begon ineens over productie. Maar goede dingen mag je toch overnemen? Ja, perfect. Heel goed gezegd. Voor mij is Stree daar, heeft geen patent op, toch? Nee, productie. Nee, heel goed. Daar ben ik absoluut met jou eens. Dus wij dachten allemaal, niet alleen Stree, maar dat hele volk. Maar hey, eindelijk krijgen we een regering die iets goeds gaat doen. Ze gaan de productie verhogen. Ze gaan serieuze mensen aannemen om een sterke regering te vormen. En ze gaan gewoon proberen om alle instituten in het land weer sterk te maken. Maar wat zien we gebeuren? Dezelfde family and friends beleid, de nepotisme, die corruptie. Geen enkele productie wordt ter hand genomen. Dan wil je me vragen van, hoe maken ze het land kapot? Wil je die vraag nog beantwoord hebben? Als je alleen maar denkt aan je familie en zelf Brunswick, die zegt van, ja, mijn familie moest niet aan toe. Hebben ze daarvoor op jou gestemd, dat je familie moest niet aan toe? Ik vind het allemaal grote leugenaars en misleiders. En ze maken dit land daardoor kapot. Omdat als je echt je hart op een goede plek hebt, dan als je in het zadel komt, als je in het zadel komt als president, dan zeg je van, weet je wat, laten we zeggen, ik zou sowieso niet kiezen voor Brunswick als vicepresident, want dat houdt dat land tegen. Dat merk je nu met IMF. Maar laten we zeggen, we hadden Brunswick genomen. Dan had je gezegd, weet je wat, we hebben één persoon die eigenlijk niet echt acceptabel is. Maar ik neem van mijn kant, neem ik alleen maar deskundigen aan. En geen enkele familielid wordt aangenomen. Hoe goed je ook bent, we gaan stoppen met die nepotisme. We gaan stoppen met die belangenbehartiging van al de mensen achter ons. We gaan echt het land opbouwen met sterke managers, goede managers, Surinaamse of maakt niet uit experts, maar mensen die weet hebben van wat er moet gebeuren in een land dat bijna failliet is. Of zelf failliet is. Maar wat doen ze? De schoonvader wordt aangenomen, je vrouw wordt gezet, je kinderen, je oom, Brunswickse hele familie. Niemand moet me zeggen dat deze regering van plan is om Suriname op het niveau te brengen zoals wij, onze nieuwe generatie, die modern denken en die in Europa hebben gewoond, die weten wat ontwikkeling is. Niemand kan me zeggen dat deze regering dat wil doen. Deze regering zit daar puur om de belangen van hun ik wil bijna zeggen achterban, maar dat klopt natuurlijk niet. Maar van de mensen die hun ondersteund hebben om deze verkiezing te winnen. Die belangen zijn mij aan het behartigen. Ze zouden toch de gestolen geld terughalen? Er zijn zoveel corrupte zaken die zij zelf aan de kaart hebben gebracht voor de verkiezingen. Is er één iemand opgesloten? Niemand, behalve Van Trick, die al voor de verkiezingen was opgesloten. En die andere heer van SZF. Maar voor de rest is niemand opgesloten. Dus zo zie je, deze regering is gewoon daar voor de vorm. Ze zijn daar om hun zakken te vullen. En het is zo duidelijk als wat. Je ziet geen enkele ontwikkeling in het land. Geen enkele. De passie is brokogwe. Kun je ati broer doen dat? Die moet moeten naar Bidji Poika. Dus dat hebben we al jaren. Hè? De truck naar Udu. Kilometers lang met rondhout. Dat richting Paramaribo de haven gaat. Om uitgevoerd te worden. Niemand die ze een duimbreed in de weg houdt. Apassi e broko. De Indi e klagen. Niemand die naar ze luistert. Bij jongen tegen je niet. Dat ze wel goede dingen doen. Nou, bij mij hebben ze het helemaal afgedaan. En ik ben alle vertrouwen in hen kwijtgeraakt. Dat was ik al een maand na hun aantreden hoor. Dat is heel snel. Maar je zei iets van Brunswick en IMF. Of wat is het verband? Nou goed, kijk. IMF is een instantie die eigenlijk geen zaken met landen wil doen die een hoog risico vormen als het een national risk assessment betreft. Dat wil zeggen van witwassen, wat doet de regering tegen witwassen, wat doet de regering tegen het tegenhouden van cocaïne invoer, wat doet een regering tegen de grote partijen. Drugs die worden gevonden en er nooit iemand wordt aangehouden voor de partijen drugs die worden gevonden of die worden aangetroffen. En men weet dat Brunswick al hij heeft gewoon een crimineel verleden vanwege zijn veroordeling in Nederland en ook zijn daden in de jaren 80. Dus Brunswick is
eigenlijk een persona non grata voor iedereen, ook in Suriname. Ook voor het IMF. IMF, dat zijn mensen die op een integere manier hun geld aan het investeren zijn of aan het investeren. Omdat al het geld dat ze aan Suriname hebben beloofd, dat zijn gewoon leningen. En men wil toch een beetje zekerheid hebben dat ze op een of andere manier hun geld binnen een bepaalde termijn terug gaan krijgen. Maar als ze zien dat de regering daar aan zit, die met exponenten in de regering zit die eigenlijk het land eigenlijk niet vooruit kunnen brengen, dan gaat men zich ook achter de oren krabben van, joh, doen we het er wel goed aan om het geld aan deze mensen te geven. Want kijk, hoe lang men bezig is om Suriname te beloven, de bedragen zijn bekendgemaakt, maar die overboekingen zijn nog steeds niet gepleegd. Dus je ziet dat men toch met een hand in de haren zit op wat betreft het verstrekken van gelden aan Suriname. Omdat iedere keer komt er weer een andere konijn uit de doos van Suriname. Weet je, en vooral drugsprobleem is een probleem voor de mensen. IMF doet zaken met landen die eigenlijk echt heel strak op dit soort criminele activiteiten zitten. Hè? En die geen duimbreuk toegeven aan criminelen. Ze zien toch een ja, meneer Wolf, maar IMF heeft ook zaken gedaan met Boutersen, toch? Nou, ze hebben zaken gedaan met Boutersen in de zin van dat ze Boutersen een soort van voorschot, een down payment gaven. Van joh, we geven je een down payment van $80 miljoen. En dan moet je dit en dit en dit en dat doen, weet je. En ze hebben eigenlijk zaken gedaan met Hoefdraad. Hebben ze zaken gedaan. Nu echt met, ze wisten wel dat de regering Boutersen was. Ja. Maar Hoefdraad was daar in de besprekingen. En er nou, zijn wat ik denk dat ze de IMF ook IMF zaken doet met Achaibers hier, niet met Brunswijk. Precies. Alleen zie je dat we op dat moment, was een andere situatie. Het was een totaal andere situatie. En dat drugs gebeuren en de verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld, het is niet veel zichtbaarder nu. Weet je, met wat ik al net zei, dat Brunswijk zijn bodyguard, zijn vaste bodyguard, in een grote drugszaak is aangehouden. Weet je, we zagen ook een project waarbij bepaalde drugscriminelen ook verbanden mee hadden. Dus je ziet dat men is aan het twijfelen. Men is aan het twijfelen, men heeft het zo lang al beloofd, dit geld, aan Suriname. En toch op een of andere manier zie je dat er toch wat dingen spelen. Ook natuurlijk die brief van China, hè, India, die, waarvan het IMF zegt van, joh, laat China haar brieven aanpassen in India, dan komen we overbrug. Ik zie dat als een drogreden. Want IMF, die is zich terdege van bewust dat Suriname eigenlijk failliet is. Technisch is Suriname failliet. Dus het IMF, die wil niet dat als er beslag gelegd zal worden op bezetting van Suriname, wil het IMF niet als achter in de rij gaan staan. Dus ze willen dat China en India hun juridische positie verzwakken in die brieven. Maar die landen zijn niet gek. Die denken ook van, hallo, ik heb ook daar mijn geld. Ik heb voor jou heb ik geleend. Dus ik wil als eerste staan als straks het vliegveld wordt overgenomen. Of straks het stuurmer wordt overgenomen. Of straks staatsolie wordt overgenomen. Noem het maar op, weet je. Omdat al die leningen zijn op basis van buitenlandse wetgeving afgesloten. En die mensen kunnen op een gegeven moment, als ze het echt genoeg van hebben, kunnen ze gewoon dit soort contracten in hun eigen land aanvechten. En beslag leggen op schepen, vliegtuigen van Suriname en bedrijven van Suriname. Dus ja, het is een hele penibele situatie waar men in verkeert, hoor. Het is echt niet om over te lachen. Het is echt heel serieus. En als IMF niet over de brug komt, ja, dan is het echt overuit. Dus ze moeten echt smeken. En nu zie je dat Santokki toch bezig is om die NRA, die National Risk Assessment, wat op te krikken. Want hij is zich van bewust dat als hij dit niet op orde heeft, Amonino kon dus Amma, ik doe Alassani no no de, voor zo'n mooie visie van, Amma, ik bestrijd drugs, of Amma, Sukufu tik regels tegen witwassen van gelden. Maar ja, je zit met heel veel autozaken. Je zit met heel veel cambio's. Je weet niet wat. Er komt een hele artsverschuiving als je deze mensen van de NRA een goed blaadje wil afgeven. Je zou heel veel moeten aanpakken. En dat gaat echt een impact hebben op Suriname. Want onze economie die draait natuurlijk ook op dit soort zaken. Waar het NRA op wijst van, jongens, hier moet je wat aan doen. Heel veel mensen werken voor die autozaken. Heel veel mensen werken bij die cambio's. Er werken mensen bij het pensioenfonds van Suriname. Waar ook
men die van zegt van joh, daar kan de wit gewassen worden. De banken die ze hebben, hebben wat minder risico volgens het NRA. DSB, Hagering, omdat die echt hun best doen op particulier niveau hun zaken goed op orde te brengen. Dus zij zijn nog even buiten het risico van het NRA. Maar al die andere zaken die ik noem, die car washes, al die kleine zaakjes die zomaar ontstaan. En heel veel autozaken die heel veel auto's hebben. En ja, wie koopt die auto's? Ja, het is echt onvoorstelbaar. Ja, ja. Op alle hoeken, bijna op alle hoeken, op elke hoek heb je een autozaak. Het pelt nog erger uit. Alleen, en ze komen en wie kopen die auto's dan? Ja, nee, het pelt gewoon uit. Ja, tuurlijk, je zou wel wat mensen hebben die het kopen. Maar ik kan me niet voorstellen dat dit representatief is voor de bevolking van Suriname. Die aantal auto's die ik heb gezien. Ja, de mensen kunnen geen auto's kopen. Die mensen zijn nu bezig om te overleven. Voeding is nu het nummer 1. Maar heb je echt armoede gezien zoals ik hoor? Ik denk dat zijn stemmenmakerij, ja. Dat echt nee. Mensen echt honger lijden in Suriname. Dat heb ik nooit gezien, ja. Hè? Maar heb jij het meegemaakt? Ja. Ja, ja, en objectief, ja, ja. Hè? Op Latour 2, met eigen ogen meegemaakt. Hè? Daar zie je dat mensen wonen. Yes. Onvoorstelbaar. De kinderen die douchen buiten bij de buitenkraan. Dat huis is half schuin. Ik denk als er een windje waait, ja, dan waait hij echt over. Van Sibibusi waait. Als dat zeker pardon. En de kinderen die zijn aan het bedelen. Die kinderen zijn aan het bedelen. Weet je. En ik vraag van, ja, ik heb nog niet gegeten. Weet je. Ze kunnen liegen. Hè? Laten we dat voorop stellen. Maar zoals ik het heb ervaren, denk ik het niet. Weet je, en in Münder heb ik het niet gezien, in Münder. Maar Latour 2 en Ramgoulam heb ik het wel gezien. Ramgoulam heb ik het wel gezien. Dat er echt, er is nood. Er is daar een weg, die is constant onder water. Het is onvoorstelbaar, maar hij is constant onder water. Wie is alleen nog om? Weet je, en je kan niet meer met de auto, want nou, Boro Pasifu Godoro Latour. Weet je, maar Apache, dat is echt onvoorstelbaar. Niemand die er wat aan doet. Niemand. En dan zeggen ze van ja, omdat nou een in gebied, ja, dat geloof ik natuurlijk niet. Maar men zegt dat wel, hè. Men zegt dat wel, omdat nou een in gebied, de mannen doen niks in Abiti, ja. Look Apache, ja. Look Apache, broko. De mannen doen niks. En de wanneer, weet je, ja, dat zijn de dingen die mensen dan zeggen, hè. Tegen mij, als ik dan vraag, doorvraag naar waarom het zo is en waarom het zo blijft. En ja, men kijkt de regering aan, ja. Die moet deze problemen gaan oplossen. En ja, die armoede is echt zichtbaar. En ik denk dat het ook, wat ik al eerder aangaf, hè, mensen die bedelen, hè, mensen die echt goed uitziende mensen, die netjes aan hebben, weet je, die zien er gewoon goed uit. Dus geen zwervers, maar echt goed uitziende mensen, mannen en vrouwen, die om geld komen vragen. En ja, ik denk dat als iemand zijn trots voorbij is, dat er armoede in het spel is. Dat is een van de symptomen. Je bent je trots kwijt. Dus ja, en die prijzen in de winkels, komen die overeen, ja, met het gemiddelde salaris van de Surinamer? Absoluut niet. Absoluut niet. Echt. Ja, vrijwel alles is twee cijfers. Vrijwel alles is twee cijfers. Je hebt bijna geen dingen meer van... Je hebt geen artikel van één cijfer. Eén cijfer bestaat niet meer. Eén cijfer, no demoro. Dus iets van 7 SRD, 8 SRD. Anno demoro. Alle dubbele cijfers. Je hoeft iemand ook geen 5 SRD te geven. Misschien een zwerver. Kan je 5 SRD geven. Maar wat boemus maar in de maatschappij 20 SRD. Als man allemaal doet niks. Naar begin. Ten minste praat hij naar begin. 50 meer praat hij. Omdat je weet, als man kan doen, als dan 50 gedaan. Aan de voeren. Want 50 is maar 2 euro ongeveer. Maar wat kan je met 50 SRD? Wat kan je met, als je naar de winkel gaat met 50 SRD? 250 SRD of 50 SRD. 50 SRD, wat kan je mee? 50 SRD. Kijk, een... Fernandes kost al gewoon 25 SRD. Of ze hebben nu geen Fernandes. Er is nergens Fernandes. Fernandes is van Suriname, toch? Fernandes is Suriname. Ja, maar fabriek bij Bron, toch? Oké, oké. Een fabriek bij Bron is nodig. Een productie, dat is wel een niveau. Mm-hmm. Maar een grote cola die kost al gewoon 25 SRD, geloof ik. 25 SRD, 23 SRD. Een biertje, een Heineken, een grote blik, halve liter. Ja, die is al ook 25. En een Parbo bier, die is al gewoon... ja, ik noem dat omdat ja, de meeste mensen kopen dat. Hè. ja. Een Parbo bier kost 45 SRD. En in de, hoe verder je van de stad bent, hoe duurder het wordt. En
Ja, de schoendier Sardin is ook 23 SRD. Vroeger was dat een van de dingen waarvan we zeggen, Pina Manja, maar ja, het is een delicatesse geworden nu. Sardin is delicatesse. Sardin is delicatesse. Het is een delicatesse, je kan niet meer betalen, toch? Je kan niet meer betalen. En het is lekker, dat weet je. Dat weet je van vroeger toen we jong waren. Ja, het is lekker. Mamikeng was echt lekker om te eten. En nu, ja, mensen kunnen het niet meer kopen. Dus ja, wat je dan ziet... veel mensen gaan nu planten. Dat zie je vaker. Ook bij Creolen zie je dat vaker nu. Dat mensen hun eigen moestentje gedwongen hebben. Dus Alassane Abou zijn de Mataki. Dus ja, heel veel mensen gaan nu... In crisis worden mensen creatief. Ja, ja. Hey, maar oké. Okay. Tot besluit, meneer Wolf. Wat moet er nu gebeuren, joh? Want ik ben down door jouw verhalen. Ik was in een hele goede mood hier. Nou, in studio. Je moet niet down worden. Je vroeg me, ik ga je vraag zo beantwoorden. Maar ik wil even ook, want als jij down voelt, zullen de luisteraars zich misschien ook een beetje down voelen. En dat is ik sta op het punt om een vakantie te boeken naar Suriname. Ja, ik ga niet als je bij dat beeld... Alles valide, moreel verval. Ik kan het niet recht zetten. Nee, je bent eerlijk, dat vind ik prima. Wat toevoegingen doen, waarbij je toch je vakantie gaat boeken. En dat is, het blijft Suriname. Het is fantastisch prettig in de ochtend, als je vroeg op bent, de vogels, die frisse lucht, weet je, maar ook je familie, weet je, de mensen, hoe zwaar het ook is, de mensen overleven nog wel, we leven samen met je familie, de warmte, geen stress, weet je, je hebt geen tijd, want overal heb je afspraken, weet je, je ziet nog steeds mooie mensen, mooie mannen, mooie vrouwen overal, weet je, ondanks het feit dat men het moeilijk heeft, je moet wel oppassen met contact maken, want elke contact is eigenlijk een verzoek om wat geld, dus daar moet je wel mee oppassen, hè? Ja, als je contact maakt met iemand, of met een vrouw, of met een man, maakt niet uit, het einde is altijd een verzoekje, weet je, dus daar moet je wel tegen kunnen. Maar voor de rest, het eten is steeds lekker. Weet je, de mensen lachen nog wel, ondanks het feit dat ze het niet zo zwaar hebben. Je noemt geen nieuwe dingen, maar je noemt gewoon de standaard dingen die God Suriname gegeven heeft, maar niet wij zelf. En dat maakt het nog steeds leuk, hoor. Ja, maar dat zal altijd zo blijven. Nee, maar ik denk, we worden 46 dit jaar, hè, onafhankelijkheid. Dus dan, ik denk, als jij na 46 jaar zo'n beeld schetst, dan zijn we alleen maar achteruit gaan al die afgelopen jaren. Ja? Heel erg ook. Ja? Niet gewoon alleen achteruit. Heel erg achteruit. Kijk, ik weet niet of jij de geschiedenis volgt, maar ik volg het wel. Ja, ik heb de geschiedenis gevolgd, want ik ben allemaal van voor 75. Dus ik weet dat ik heb het oud gevolgd. En vroeger hadden we heel veel productiebedrijven. Heel veel machines, productiemachines. Iedereen kent die verhalen van Marienburg, van Bruinzeel. Nou, noem al die andere bedrijven op. We hadden heel veel productie. Ik zag zelf tramrijden in Paramaribo. We hadden zelf treinen. Ik heb die mensen gezegd, jongen. We hadden al treinen daar waar we vandaan komen, toch? Hadden we al treinen. En dingen kosten een stuiver, maar ja, natuurlijk heb je inflatie, dus dat gaat natuurlijk altijd omhoog. Dus dat is niet echt iets om te noemen. Maar wat het land eigenlijk draaiende hield vroeger, hè, onze gulden was 2 Hollandse guldens waard, weet je. En als er iets gebeurde in Holland, dan gaven wij geld aan Holland, altijd. Zodra Holland een probleem had, dan gingen we geld ophalen in Suriname, weet je. De postzegels had je, voor alles had je proefgeld. Dus we hadden het gewoon goed. En dan nu pas begrijp je hoe goed we het vroeger hadden in Suriname, voordat iedereen wegging, weet je, om iets beters te gaan zoeken. En als je dan vraagt tegen mij van, joh, meneer Wolf, wat is het verschil tussen, je vroeg van, na 46 jaar onafhankelijkheid is het land eigenlijk achteruit gegaan. Nou, ik zeg je, het is helemaal afgebroken. Helemaal. En ik wil niet somber zijn en deze regering onwelgevallig zijn, want ik ben ook tegen het beleid van de NDP. Ik ben ook tegen het zogenaamde goed beleid van de heer Venetiaan. Weet je? Ik ben ook tegen al die... Want altijd heeft er maar één ding overheerst in Suriname. En dat is die corrupte patronagepolitiek. Men heeft altijd wel dingen willen doen voor het land, maar het stelen ging voor. Het bevoordelen van familie en van vrienden en van kennis ging door. Die corruptie, die winterweilandtipai, weet je, die next no fault mentaliteit, dat heeft ons land helemaal kapot gemaakt. En je vraagt mij van, hoe gaan we dit veranderen? Hoe gaan we dit omdraaien? Ik zeg je, die nieuwe beweging moet gewoon komen. Als die nieuwe beweging komt met integere mensen, mensen die echt liefde voor het land hebben en geen familie of vrienden
op posten willen hebben als zij een hoge positie bereiken in de burelen van de overheid in Suriname. En gewoon goede managers worden aangenomen. Het is een zware job. Dat weet ik ook wel. Het wordt een hele zware job. Want na NDP is deze regering verder gegaan met afbreken. Weet je? Alleen moeten we positief blijven. En het positief moeten blijven inzien. We moeten gewoon de hand in eigen boezem stoppen. En als er een nieuwe regering komt, alvast de eerste 2 jaar niet reizen. Geen enkele reis. Als we moeten, stuur ik een vertegenwoordiger. Maar president, vicepresident, absoluut niet reizen. Omdat wij dat geld gewoon niet hebben. Dat geld van die miljoenen euro's die worden besteed, nu worden besteed om te reizen, kunnen we aan betere dingen besteden. We moeten echt die natura die we hebben, onze natura, onze groenten, onze fruit. Dat is het eerste wat we hebben. Want dat groeit als kool. Je hoeft alleen maar een manjapit te gooien op grond en het groeit al. Dat moeten we als eerste oppakken. En onze belastingdienst natuurlijk, hè, dat weet je van mij, dat is mijn paradepaardje. De belastingdienst moet gelijk versterkt worden. Maar daarvoor hebben we mensen nodig die durven. Mensen nodig die integer zijn. En mensen nodig die niet corrupt zijn en hun vrienden of aandeel willen bevoordelen. Want we weten allemaal dat als de belastingdienst echt versterkt zal worden, echt een instituut van formaat gaat worden zoals we dat in Nederland, in Amerika of in Duitsland kennen of in Frans-Guyana kennen. Ja, daar gaan vele mensen die zich nu de koning van Paramaribo wanen, die zullen allemaal vallen. Want ja, het moet volgens de regels gebeuren. En daarom zeg ik, we gaan gewoon een paramilitaire macht moeten beginnen. Want het is echt, de nood is hoog. In het binnenland, niemand houdt de criminelen, de Brazilianen, de Chinezen, weet ik veel wie allemaal daar rondloopt, vertuig om ons land verder te vernietigen en het milieu te vernietigen. We weten het niet, maar we moeten daar overzicht over krijgen. En daarom zeg ik, de Belastingdienst moet een paramilitaire fiat, niet zomaar een fiat die in de Paramaribo achter de bureaus gaat zitten en gaat kijken. Want nee, je moet echt actie ondernemen nu. De tijd van praten, de tijd van bureau is voorbij. We moeten in het veld om met ons land weer controle over te krijgen over ons land. Zodat we gewoon normale veiligheid, controle, handhaving in ons land gaan introduceren. Want daardoor is ook ons moraal verpest. Daardoor is het mentaliteit verpest. Dat mensen niet meer stoppen voor een zebrapad. Dat mensen kunnen rijden zonder kenteken. Dat mensen op een fietspad rijden. Bussen op fietspad rijden. Dat men gewoon vuil uit de auto's gooit. Omdat er geen controle is. Dat zijn kleine dingen. Maar je moet beginnen ergens. Je moet beginnen om te zeggen van jongens, dit is afgelopen. We gaan de controle over ons land terugwinnen. En niet alleen in Paramaribo, maar ook in districten en in ons achterland. En zolang dat niet gaat gebeuren, dan zullen we altijd blijven klagen over hoe slecht het gaat in Suriname. Maar we moeten actie gaan ondernemen. En daarom zeg ik, geen reizen meer. Geen gedoe meer met familie. Ja, maar meneer Wolf, als je niet reist, dan... als ik geen werk heb, bijvoorbeeld, dan ga ik niet thuis... Meneer Wolf, als ik geen werk heb, dan ga ik niet thuis blijven zitten, hè? Dan ga ik nee, op ik heb het niet over de burgers. Ik heb het over nee, de maar zo moet je het ook zien van de president en de ministers, toch? Van, als het niet goed gaat, ja, dan moet je juist op pad gaan. Als ze willen reizen, mogen ze dat doen. Nee, maar om zaken te regelen. Die zijn gemaakt de afgelopen maanden, die moeten... Komen nog meer, hoor. Die moet onhold. Want Akondre Pina. Amoni kan gebruiken. Je moet betrekken. Niet tegen meneer Frans Pina's. Zij de man aan Amon. Dat bij een productiemachine. Oene bij een pers. Voor bij je pers vroeg toe. Voor bij je loeken. Voor man zet van productie. Of zij de man bij de man qua landbouw universiteit. Of de man qua Amerikaan. Voor loeken. De man kan certificeren. De zijn voor de fruit voor de groente voor nu. Het is allemaal niet goed, meneer Frans Pina's. Je gaat niet reizen naar Dubai voor een paar miljoen, of naar Nederland voor een paar miljoen, of naar Amerika, Mexico. Leg je handen in eigen boezem en begin binnen jouw eigen grenzen orde op zaken te brengen. En nog een pleit biggie staatsman. Want omhoorde je plek heb je staat, maar omhoorde mij lafie. Want de man zegt dat ik kondre, ik dacht je lekkie. Ik dacht je lekkie heb je. En je doet niks daaraan. Je bent bezig nog maar voor repareren. Je pissie bij je etang, naar je familie. En dat nou wanneer. En dan is daar aan met je. Van zolang we bezig gaan, we steun of we volk, dus maar zijn eigenlijk nodig. Zolang we steun de oude corrupte politiek toch, we klagen. Want we schrijven eens ook in. Nou, hoe schrijf je zo goed met de man die doet zo wat naar Uno? En hij had niet, maar dat stond niet te gaan Uno nou. Omdat Uno heren, zijn allemaal koppig. We tang aan bedden Uno,
corrupte politiek. Je ziet dat de mens nooit doen boos aan voor Sarnang. 46 jaar onafhankelijkheid voor Abi. Sade over politieke partij jullie Sarnang. De man broka kondre. Ko stop. Koop het nieuw man, koop het nieuw versie nou, zodat u kan beginnen aan ontwikkeling, moderne ontwikkeling, technologische ontwikkeling. Look voor de kondrega versie Guyana, Guyana en bije halu en ondanks de Guyana ten ome olie. Toch Sarnang, trangamoro Guyana eten, maar de mij halu en, de mij halu en, binnen no time, je ziet dat if u tango zo door in Sarnang, wat taluko noma van Guyana, if saunu. En dat weet je toch niet? Nee. Hey, maar je hebt het over een nieuwe beweging. Je hebt het woord zo vaak gebruikt. In hoeverre is dat waar? Wat gebeurt er? Is er een nieuwe beweging? Dat is zeker waar. Huh? Kijk, de nieuwe beweging moet je eigenlijk zo zien. Wat houdt dat in? Wat ik al aangaf, hè, wat er gebeurt in Suriname, dat ga ik niet herhalen. De luisteraars hebben me gehoord. Maar doordat er zoveel misgaat in het land, geeft het volk is moe. Dus het volk geeft gewoon... De mensen die het moeten gaan overnemen straks als men deze regering gaat afwijzen, of deze partij gaat afwijzen, geeft men al een op een presenteerbladje van jongens, help ons, vul dit voor ons in. Er moet een nieuwe orde, een nieuwe beweging komen om die oude corrupte politieke sentimenten helemaal weg te vagen uit Suriname. Weet je, dus wij als Surinamers die van het land houden, en die vinden dat we deskundig genoeg zijn, we zijn integer genoeg om dit te doen. Wij moeten dat gaan invullen voor die mensen. Zodat men een andere wind krijgt, andere gezichten, frisse mensen, weet je, die echt integer het land willen opbouwen. Dus ja, de nieuwe beweging, die is er gewoon. Alleen, hij moet een vorm krijgen. Weet je, en ja, daarom is ook een Suriname. Oké, nou, het wordt te lang eigenlijk, wil ik met jou ook hebben. Zullen wij volgende week over de nieuwe beweging en jou... bezoek naar Suriname, want nu heb jij gewoon mij verteld, gewoon als verslaggever, wat jij gezien hebt en dat waardeer ik. Maar ik wil met jou ook hebben over jouw bezoek en of je met partijen gesproken hebt en ook de nieuwe beweging. In wat voor vorm heeft die al? Waar staat die? Is er een proclamatiedatum al? Dat soort dingen. Nou goed, ik heb met alle nieuwe politieke partijen en progressieve partijen gesproken natuurlijk. Hè. Want ja goed, wat ik al eerder aangaf, het volk smeekt ons bijna van jongens, vul dit voor ons in. We willen dit, het oude niet meer. Weet je, we willen echt iets nieuws. Dus ja, in het licht daarvan ben ik zeker naar Suriname gegaan en ik heb met heel veel mensen gesproken. Ik kan nog niet heel veel over kwijt, omdat ja goed... je kan natuurlijk niet al je karten op tafel gaan leggen nu. Maar in elk geval zijn we achter de schermen druk bezig om te kijken hoe we dit gaan invullen natuurlijk. Dus ja, dat gaat gewoon door. Dat gaat gewoon door. Dus we zijn ermee bezig. Maar er moet echt iets nieuws komen, een nieuw alternatief. Wij praten binnenkort over de nieuwe beweging. Ik dank je wel voor je tijd en toelichting. Ja. Ik roem Peter M. Wolf. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvastradio.nl.